Op mijn YouTube kanaal. Als jullie nieuw zijn, mijn naam is Evelien en ik heb een lekker ontbijtje. Ik ga nu eten, dan ga ik mijn diploma's opmeten en dan gaan wij in de Action Photo kaders gaan halen. Licht is slecht. Dat gaan we dan halen. We zijn vandaag trouwens vrijdag. En dan ga ik verder met opruimen wat ik gisteren had gedaan. Dus dat ga ik vandaag ook verder doen. Ik weet niet wat ik nog ga doen. Maar ja, ik ben super blij met mijn cadeautjes van gisteren. Maar ik ga nu dit snel opeten en dan ga ik mij klaarmaken. En dan neem ik jullie mee vandaag in mijn dag. Zo, ik ben klaar. We gaan direct vertrekken. Haar heb ik gewoon losgedaan. Don't care. Dan heb ik een kleedje aan. Ik denk dat dat wel een boutique is. Ik weet niet zeker van waar het is. En dan mijn All-Star sneakers. Dus ja, ik ga dit dragen. Het is best wel warm buiten, dus ik ga zo gaan zonder jas. Maar we gaan nu vertrekken. Zo, we zijn terug. Ik heb mijn fotokaders, maar die zal ik jullie zelfs laten zien. Ik heb ook snel een broodje gehaald. Dus ik ga snel eten met hummus. Lekker, lekker. En dan ga ik beginnen aan de makeover. Zo, ik ga de oudste verwarming thuis dan in de badkamer. Ga ik opspuiten met deze. Die heb ik ook al bij andere kunstwerken en zo gebruikt, maar ook al bij chauffages. Daar kun je wel mooie dingen mee doen. Een chauffage hebben we ooit gehad door de hond toen die puppy was, dat die erin krabde en al het lak er vanaf hebben we ook deze gebruikt. Maar nu ga ik dat gebruiken om, ja, met altijd natte washandjes en handdoeken is dat wel verroest. Dus dat is ervoor. En dan ga ik jullie zo de naal laten zien.
Zo, en dit is de naam. Terug helemaal wit. Zo, dus dat is best wel goed gelukt. Om dat te verven. Mijn haar trekt mij niks aan. Ik heb mijn diploma's ingekaderd. Ik heb ook daar alles terug gedweild. Terwijl heb ik soep gemaakt. Wortelsoep met curry. En dan ga ik nu mijn middag maken. En terwijl verder opgaan. Zo, ik heb ondertussen ook gekookt. Ik heb tomatensaus met aan de ene kant aardappel, aan de andere kant zoete aardappel. Met dan aubergine rolletjes met vers gemaakte gehaktworstjes. En daar wat room in en dan kaas erover. En dat gaat nu in de oven. Het ziet er al heel lekker uit. Zo, het eten is gereed en het ziet er heel goed uit. Zo, het is ondertussen al bijna 9 uur. Ik heb nog opgeruimd. Nog iets verder gepoetst. Ik ga nu de laatste kader. Mijn diploma's insteken. En dan gaan we snel nog even wandelen. En dan gaan we tv kijken. Ja, mijn verwarming is goed gelukt, maar opruimen van de kast heb ik gedaan. Kast in uitgeveegd en zo, maar alles moet nog op orde gezet worden. Daar heb ik vandaag niet meer echt tijd voor gehad, want het eten had iets langer ingenomen dan ik had gedacht. Doordat het de eerste keer was dat ik dat maakte. Maar het was wel super lekker. De aubergine rolletjes was echt heerlijk. Zeker voor herhaling vatbaar. En ik raad ook zeker aan mensen om het te maken, want het is echt niet moeilijk. Het is best gemakkelijk om te maken. Dus dat lukt wel voor iedereen, denk ik. Dat is mijn laatste. Dus ja, het was ook super lekker. Eigenlijk als je het een paar keer doet, gaat dat heel rap gaan. Ik had nu ook wel, normaal moest je alleen met zoete aardappel. Ik had zoete aardappel en gewone aardappel het gemaakt. Dus ja. Maar het is allemaal gelukt. Ik ga nu nog snel even wandelen. Zo. Het is bijna 9:30, we zijn terug aan het wandelen. Ik voel me goed in de meer. Ik heb een pijnstiller genomen. Ik heb te veel gedaan vandaag. Mijn grenzen een beetje overschreven. Zeker dat ik nog altijd aan het revalideren ben, heb ik misschien toch een beetje te veel willen doen. Maar ik ben zo iemand, als ik ergens aan bezig ben, wil ik dat afkrijgen. En wil ik soms ook nog iets meer afkrijgen. Dat perfect is. Maar dat is niet altijd een voordeel. Dus ja, nu heb ik vreselijke pijn. Mijn been is lam. En voelt heel zwaar. Dus dat is pijnlijk. Dan heb ik ook nog last van mijn andere voet, waar ik toen ik 9 was een ziekte aan heb gekregen. Dus links heb ik van vorig jaar die verlamming. En rechts heb ik een sudijk. Dat zal ik nog wel eens in een andere vlog uitleggen wat dat juist is. Maar ja, rechts doet mijn voet pijn. Links doet helemaal mijn been pijn. Vooral mijn heup en mijn knie. Dus, maar ik ga bij deze ook deze vlog afsluiten. Want ik ga rusten. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up en klik op de bel als jullie melding willen krijgen van een nieuwe vlog. Hopelijk was deze vlog ook heel interessant.
Als jullie nog ideeën hebben voor bijvoorbeeld een kookvlog of zo, laat het zeker weten in de comments hieronder. Dan zal ik dat zeker eens overwegen. Maar ik ga nu deze vlog afsluiten, want ik ben moe, pijn en ik wil rusten. Dus ik zie jullie in de volgende vlog.